Nou, ik stond om 5 uur, had ik de wekker gezet. En ik ben wakker en ik heb de wekker eerst weer uitgedrukt. Ik had op het hok gekeken, er zat nog niks. Ik ben nog eventjes weer met het hoofd naar de kussen gegaan. En 10 minuten later ging de wekker weer. En toen ging ik naar beneden toe. En toen kwam ik in de keuken. En toen zag ik Joop op de klep koeren. Die was inmiddels gearriveerd. Op dat moment weet je nog niet hoe goed de prestatie is, maar al snel bleek dat Joop echt iets bijzonders had gedaan. Van de 31.000 duiven die ook uitvlogen, was Joop als eerste terug. Een unieke prestatie en voor Klaas Houkens extra bijzonder. Deze duif is naar mijn vader van ons, die is in 2000 overleden. En ik vind het geweldig dat de duif met zijn naam die prestatie geleverd heeft. Zo blijf je toch een beetje bij de duiven en bij ons in het midden. De Joop. Het is een hobby. Ik doe samen met mijn vrouw en Marlies. En we vallen voor elkaar vallen in. Als ik ochtenddienst heb, dan doet zij de duiven. En met middagdienst met ze s'avonds doet het. Op elkaar afgestemd. Ik vind het geweldig als de vogels weer thuis komen. Dat is, je doet heel veel werk en heel veel energie steek je erin. En als een vogeltje dan heel vroeg komt, dat is het mooiste wat er is.